Verbinding, liefde, verraad, hoop. Prachtige thema's. Thema's die al 12 edities lang centraal staan bij de Passion. Actueler dan ooit, maar toch het oude vertrouwde verhaal van Jezus en zijn volgelingen. Het wordt de langste nacht van mijn leven. Jullie hebben dit verdiend. Zoë Kroon, Noortje Herlaar, Dennis Wening, Thomas Kammaert, Kim Lian van der Meij, Sabri Saad Elhams en Ruud de Wild. Live vanuit Doetinchem, het ultieme verhaal van hoop. Alles komt goed. Bent u de koning van de Joden? Waarom geeft u gewoon geen antwoord? Oh, is het nu gelukt? Ga je mij voorbij? Eén van jullie zal mij uitleveren aan de machthebbers. Ja, aan tafel volgelingen van Jezus, Peggy Vrijers en Jasmine Semmer. En Thomas Kammaert, die de rol van Petrus op zich neemt. Thomas, om met jou te beginnen. Welkom trouwens, dames. Dank je. Wat kunnen we allemaal verwachten van deze 12e editie? Eigenlijk natuurlijk wat je al 11 jaar ziet. Gewoon een geweldig televisiespectakel met hele leuke Nederlandstalige nummers. Het verhaal van Jezus Christus, het paasverhaal. Dat gaan we ook weer doen. Wat wel extra bijzonder is dit jaar, is dat er natuurlijk een hemelvaartversie komt. Dus het vervolg op The Passion. Dat is voor het eerst in 12 jaar tijd. En dat er een nieuw personage is. Dat van Maria Magdalena, gespeeld door Kim Lian van der Meij. Ook helemaal nieuw. Aha. Ja. Zij verzorgde de discipelen. Zij was een beetje de tourmanager van de discipelen. Nou, nee, zij was meer de verstotene. Ja. Ze werd als de prostituee genoemd en zo. Dus ja, maar zij verzorgde de discipelen toch? Nou, in ons verhaal. In ons verhaal niet. Oh, nee. Okay. Nee. Zij was wel de Bijbel misschien. Ja. Daar, ja. Is zij de vrouw die door Jezus, dat ze door mensen werd bekogeld? En dat Jezus zei, hij die vrij is van zonde, werpen de eerste steen? Ja. Ja. En zij is ook degene die als eerste het lege graf aantrof. Ja. Een belangrijke rol. Zeker. Een hele absoluut. Belangrijke, mooie rol. En echt, dat gaat Kim Lian van der Meij fantastisch doen. Ja. Ja. En het thema, Jasmine, is alles komt goed. Misschien wel actueler dan ooit. Er wordt vaak geflirt met de actualiteit. Is dat nu ook zo? Ja, zeker. Je kan er eigenlijk niet echt omheen. En ik denk, wat zo mooi is, dat ja, het thema alles komt goed. Uiteindelijk draait het om hoop en geloof. En ja, ik geloof daar wel heel erg in. Dat als je, ja goed, ook sowieso, als je goed doet, goed ontmoet. Hè, en blijf hopen, blijf geloven en blijf gewoon lief voor elkaar. En zorg ook dat je altijd elkaar een beetje in de gaten houdt. En ik denk dat de boodschap dit jaar ook wel weer, misschien nog net iets meer beladen is, maar wel heel noodzakelijk. Ja. Ja, en wat een productie, hè, Perry? Man, het is wel echt fantastisch om daarin te mogen staan. Dat is voor iedereen, denk ik wel, elke acteur denkt dan wel, oh, dat wil ik een keer graag meemaken. Want ja. Zoiets groots en dat helemaal live, dat is echt waanzinnig. Ja. Laten we even kijken naar wat we qua muziek een heel klein beetje kunnen verwachten. Ja. Ik ga voor jou steeds de spotlight waar je mij op voelt. Liever weten waar ik wil dan dat ik alles weet. Liever schamen voor mijn fouten dan mijn. Ik kan het niet hebben als het avond is. Oh, want 's avonds mis ik je vaak. Leg je hoofd maar op mijn schouder. Alles komt, alles komt, alles komt goed. Ja. Krijg je gewoon wel een beetje zin in al. Thomas, jij kijkt volgens mij elk jaar. Jij bent katholiek opgevoed. Dan krijg je zo'n belletje. Ja. Petrus. Ja. Maak je dan een vreugdesprongetje? Het is een combinatie geweest van een vreugdesprongetje, lichte paniek en klotsende oksels. Toch wel. Dat is toch wel echt wat Peggy zei, zo'n live spektakel. Als acteur denk je zo, yes, daar heb ik echt zin in. Want het is gewoon zingen, spelen voor een live publiek en voor 3 miljoen kijkers of zo. Nou ja, het is... Hoop je dan ook op Jezus, als ze dan met de pest, oh Jezus, en dan Petrus. Ja, nee, eigenlijk niet. Nee. Ik was al heel blij met Petrus en zo. Dus, nee. Maar ja, ik had er heel veel zin in, maar wel ook echt wel spanning. Ja, live televisie. Ja. Kloksende okseltjes. Ja. Hey, en de volgelingen, wat is jullie taak? Nou ja, wij hebben eigenlijk allemaal, ja, van tevoren werd doorgesproken, oké, wij zijn volgelingen. Hoe interpreteer je dat? Ja. Hoe zie je dat zelf? Ben je gelovig of niet? En wat voor rol wil je daarin spelen? En ik had voor mezelf voorgenomen, ik ben die volgeling die op een gegeven moment zijn hoop kwijtraakt en denkt, nou ja, weet je, hij is weg, hij is verdwenen, het is klaar, hij heeft gelogen. Ik geloof er niet meer in. Dus die rol had ik voor mezelf bedacht. Ja. En die ruimte heb je dan ook? Ja, dat is zo leuk. Want je zit natuurlijk aan tafel met mensen die zijn... Wij zijn acteur, hè? Maar er zitten ook mensen bij. Die hebben een heel andere tak in de media. En dus is het wel leuk om als acteur dan net even zo... Even je stem en het is toch ook normaal, toch? Als je in een vriendengroep met iedereen...
denkt hetzelfde. Of als jij zegt van nou, ik ga nu de sloot inspringen. Ik denk niet dat al jouw vrienden zeggen, ja, is goed, ik doe mee. Nee. Nee, toch? Ja. Wel een aantal, maar... Ja, ja precies. Ja. Nou goed, en dat is ook in het geval van de discipelen natuurlijk. Ja. Ja, volgt iedereen Jezus of niet? En dan, ja, uiteindelijk heeft hij gelogen of niet? Ja. Grote vraag. Ja, nou, daar gaat het vervolgd. Dus ja. Dat ga je dus ook zien bij de hemelvaart. Ja, precies. Hé, hey, en ik heb begrepen... Soy speelt Jezus. Ja. Jezus, wat is die goed. Heb ik gehoord. Ja, Soy is echt... Ik moest huilen van hem. Ja, ja. Als hij daar staat een hele mooie warme stem. En ook die jongheid, want het is de jongste Jezus ooit. Het is gewoon lekker brutaal. En gewoon... Het is zo open. Ja, het is zo onbevangen. Je denkt echt, ja, ik wil jou wel volgen. Ja. Ja, doet hij echt heel goed. Ja. We zijn echt mega trots op onze Jezus. Het wordt moeilijk voor de volgende Jezus volgend jaar. Ja, zeker. Deze Jezus te overtroffen. De lat ligt daar. Wat jij doen? Ja. Ben je aan het solliciteren? Ik denk niet dat ik heel goed kan zingen. Oh, ja. Maar misschien is het ook een keer tijd voor een Jezus die misschien niet zo goed kan zingen. En wat ongemakkelijk is. Een soort... Toch een sollicitatie. Een Jezus die gewoon iedereen roost. Dat kan Dat is ook leuk. Vanaf het kruis zo. Ja. Hey, en jij hebt het jarenlang gezien, hè? Dan weet je, oké, wij gaan dit doen. Maar ik heb dat jaar gezien, dat vond ik gaaf. Ik hoop dat er weer zoiets misschien gaat gebeuren. Wat springt er voor jou uit, voor al die jaren? Ik heb wel een paar van die dingen... Jamai vond ik heel goed als Judas. Met dat nummer, iets met vervlogen engel of zoiets. Op die auto's. Nou, daar heb je hem, ja. Daar stond hij bovenop die auto's met die lichten erbij en die muziek. En dat natuurlijk echt wel een van de beste zangers van Nederland, vind ik zelf. Waanzinnig. En een ander jaar was, niet zo lang geleden, Elske de Waal als Maria. Heb het leven lief op die markt. Ja, dat is ook echt een zangeres. Ja. Een hele mooie pure Maria. Die twee springen er wel echt voor mij uit, ja. Ja. En bij jullie, dames? Ik had Jeroen van Koningsbrugge met Wit Licht. Dat was in 2017. Ik ken Jeroen al heel erg lang. Hij zat bij mij in de klas op de toneelacademie. En ik wist wel dat hij kon zingen, maar ik wist niet dat hij zo waanzinnig was. Ja, dat was gewoon ineens een powerhouse. Wauw, dat was echt te gek. Ja, ik vond het echt gaaf. Ondanks alle versoepelingen, toch zonder publiek. Ja. Dat vond ik wel apart, want alles mag weer. Hoe komt dat? Nou ja, goed, met zo'n grote productie moet je natuurlijk echt al ver van tevoren van alles regelen. Qua vergunningen en dat soort dingen. En ja, toen waren de versoepelingen er nog niet, helaas. En dan moet je echt gaan kiezen van, oké, wat gaan we doen? Gaan we het door laten gaan, maar dan zonder publiek? En dat is wat er is gebeurd. Maar een half jaar geleden die knopen moeten... Ja, maar vooralsnog kon je het live wel meelopen, online. Online, ja. Dus dan heb je toch nog soort van het gevoel dat je toch onderdeel bent van de show, maar... Ja. Ik denk dat mensen Want thuis vorig jaar echt kon dat niet. Nee. Maar vorig jaar heeft het zich wel bewezen inderdaad dat het ook echt overeind blijft staan. Zonder... 21.000 mensen gingen toen online mee met die positie. Dus dat is wel kennelijk vraag. Ja. Het is in Doetinchem. Ja, die hebben natuurlijk een mooi oud dorp ook. Stad bedoel ik, centrum. Het is echt een stadse opmerking. Ja. Maar ook daarbuiten wordt er gefilmd. Het is ook prachtige natuur daar. Ja. Hoe moet ik dat voor me zien? Nou, vooral eigenlijk, we gaan sowieso met de Passion ook wel echt meer de stad uit. Maar ook vooral bij Hemelvaart, dat is al van tevoren opgenomen. Dat wordt een soort van film. Ja. Wordt echt te gek. En daar kan je natuurlijk echt naar locaties toe gaan die je anders live niet haalt. Ja. Dus dat word ik echt de bossen in. Ik zit in een pick-up truck de hele tijd te rijden. Een hele stoere auto, waar ik zo blij mee was. Ja. Ja, echt, alleen maar. Dus ik ga naar molens toe, naar bossen toe. Ja, je komt overal. Dat is zo mooi verlicht. Allemaal van heel mooi. Het is ook echt een heel mooi gebied. Ik was er nog nooit geweest, de Achterhoek. Ja, prachtig. Maar het is echt heel mooi. Ja. Zwarte Cross. Ben je nooit op Zwarte Cross geweest? Nee, nog nooit Zwarte Cross geweest. Nee. Op een bucket list ding. Ja. Hey, en onze Judas, gespeeld door Dennis Wening. Ja, Dennis! Ik lees daar ook van alles over. Daar staat iets te gebeuren. Ja, hij gaat een kus geven. Dat weten we, maar kunnen jullie een tipje van de sluier? Dennis heeft mij wel echt verrast. Ja, ik had niet verwacht dat Dennis dit in zich had. Hij is heel kwetsbaar. Ja. En daardoor is het een hele andere soort Judas dan die je ooit hebt gezien. Hij is geen acteur dus. En daarom verrast hij je zo met zijn puurheid qua emotie. Ja. Maar je wil iets anders volgens mij horen. Maar dus het tipje van de sluier dit ook. Ja. Maar het tipje van de sluier is dat zijn solo, wat hij gaat zingen... Dat wordt wel op een hele vette locatie gedaan. Mm-hmm. En hij heeft natuurlijk zelf ook een band, hè? Hij is natuurlijk een... Spider Rico. Ja. Dus zien we daar dan ook een beetje van terug. Punkband van Dennis Wening. Zou zomaar kunnen. Ah, spannend. Ja, moet je kijken. Dan nog eventjes. Ja, die hemelvaartsedities hebben het over gehad natuurlijk. Ja. Waar verheugen jullie het meest op donderdag? Eventjes los van die klotsende oksels.
Vraag ik me helemaal niet op trouwens, maar ik vraag me vooral... Nee, dat klopt van Oksels niet. Nee. Maar met de groep, ja, de repetities waren al berengezellig. En gewoon met de groep dat verhaal vertellen van hoop en liefde. En in deze moeilijke tijd, jij zegt het al vaker, gewoon wat lichtheid geven en wat hoop. Ja. Ja. Dat we daaraan mogen bijdragen, dat vind ik fantastisch. Ja, samen zingen, daar word ik echt heel blij van. Ja. Ja. En het is ook echt een hele leuke groep met mensen. Het is zo bizar dat je dan... Ieder weer van jonge acteurs, zangers, tot een vogelkenner, boswachter. En dat allemaal bij elkaar. Het is één leuke club met mensen die iets heel moois gaan neerzetten. Heerlijk, en een borrel achteraf. Ja. Daar verheug ik me dan weer op. Het eindfeest, als het erop zit. Dat is ook een heel fijn moment, kan ik je vertellen. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.